Wat heb je allemaal aan voorbereidingen gedaan vandaag? Nou ja, ik ben geschminkt en ik zit onder het nepbloed. En dat vooral. En waarom doe je het nou eigenlijk? Waarom loop je nou mee met de zombie walk? Nou ja, ik bedoel, een kans om als zombie door de stad te lopen, dat is wel... Maar er hangt ook nog een goed doel aan vast. Ja, klopt. Wat vind je daarvan? Ja, belangrijk en ook heel erg leuk. En ook heel erg goed natuurlijk. Maar ik doe het eigenlijk stiekem vooral omdat ik het heel gaaf vind. En ik vond het idee al heel erg leuk. Mijn rol is om met de dierenambulance het voer in bewaring te nemen. Wat ons aangereikt wordt tijdens de wandeling. En het bij het asiel af te leveren. Een dergelijke actie als dit, ludiek iets, zo'n zombie walk. In Nederland gebeurt het volgens mij bijna nooit. Of het is een van de eerste. Ik denk dat dat heel veel bekijks trekt. En ja, de mensen die meedoen, die vinden het helemaal te gek. Alleen maar blije gezichten. Nou goed, wat is blij. En ja, het publiek in de stad zal ook wel verrast opkijken, denk ik. Ze zijn hier nou anderhalf uur mee bezig om iedereen te verzombien. Hey, jullie doen vandaag mee aan de zombie walk. Ja. Zijn jullie een beetje jong voor zombies? Nee hoor. Nee, we zijn precies perfect. Ja. Ja. Hoe lang hebben jullie nou in de make-up gezeten? Een kwartiertje. Ja, we hebben het thuis zelf ook nog opgemaakt. Ja. Want mijn ogen wou ik zelf doen. Dat doet pijn. En wat vinden jullie ervan dat dat voor het goede doel ook is? Ja, ik vind het ook wel zielig voor de dieren. Dus we samelen gewoon voedsel in voor de dieren. En dat is goed. We kunnen alleen niet veel vasthouden. Nee. Dat is een beetje het probleem. Twitter, Facebook, Hives, daar hebben heel veel promotie gedaan. En ik heb van de week nog even gegoogeld. En de eerste twee Google-pagina's is Zombiewalk Arnhem. Dus dat is wel top. Het is jongerencentrum Willem 1 die het heft in handen genomen heeft. Die heeft dit bedacht. Wat ik begrepen heb is het de doelstelling om een goed doel aan te wijzen voor zo'n zombiewalk. Hoe ze bij het asiel terechtgekomen zijn, dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat wij daar heel blij mee zijn. Er zijn meer zombiewalks in Nederland geweest. In Amsterdam zijn er een aantal geweest. In Utrecht, Rotterdam. Maar dit is de eerste in Arnhem. En dat is speciaal voor Arnhem. Ja.